Zo. Peter. Ja. Ik heb een nieuw onderdeel in Kopzwijgers. Kan ik je vertellen? Dat is de TV-tafel. Met een bekende Nederlander gaan we praten over de televisie. En het leuke is, dat gesprek ga jij doen. En voor de eerste gast heb ik een belangrijk de man van de televisie op dit moment, John de Mol. Ja. En jij mag het gesprek doen. Ga je. Dankjewel. John de Mol. Ook al vrij amateuristisch dit. Als je zo'n hond wil laten zingen, moet je er wel meer stroom op zetten natuurlijk. Wacht even. Peter, ga je. John de Mol. Welkom. Ja. Welkom, goed zo. Nou, september dan gaat jouw zender van start. En heel Nederland houdt adem gespannen in. Vooral in Hilversum, want wie krijgt de mol? En daar ben je zelf heel hard mee bezig. Ik ben trouwens nog helemaal niet gebeld door jou. Het kan dat je mijn oude nummer hebt. Dus nee, we hebben het nieuwe nummer hoor. Dat klopt. Maar jij had ons toch ook even kunnen bellen? Ja, dat heb ik gedaan, maar dan krijg ik de voicemail. En dan hoor je, dit telefoongesprek kost circa 25 euro per minuut. Nou ja, goed. Dat is om bepaalde inkomensgroepen een beetje af te schrikken. Maar okay. Goed, Jack, eventjes waarom ik hier uiteindelijk ben. Ik heb de kijkcijfers van de afgelopen jaren een beetje bekeken. Ik doe het gesprek nu. Ja, als de grote mensen praten, houden de kinderen even. Ik heb de kijkcijfers eens bekeken. Ja. En mijn keuze is gevallen op Kopzwijgers. Om hier, mijn kaarten op tafel te leggen, in een vrij letterlijke zin in dit geval. Ik heb hier bij mij het grote Talpa Most Wanted kaartspel. Ah ja, zoals Bush had met Saddam Hussein. Ja, en die, had hij dat ook? Ja. Oh, dan mag hij wel eens gaan betalen. Nee, hij was de eerste ermee. Ja, maar het was mijn idee. Oh, nou ja, goed. Goed, nou, ik zal je... Wacht even, voordat je van wal gaat, ik wil even duidelijk verklaard hebben, want er zijn allemaal berichten in de pers geweest. Ik heb niet getekend bij jou. Ben jij gebeld door ons? Nee? Nee, nou, dan is het toch ook geen probleem. Oké. Fijn, dankjewel. Goed, ik zal ze jullie één voor één laten zien. We hebben een hoop zaken gedaan de afgelopen weken. We beginnen helemaal onderaan de ladder, bij de ruiter 2. Dat is Umberto Tan. Dat zijn mensen, die heeft ons 12 keer opgebeld. Op een gegeven moment begon dat een beetje vervelend te worden. Hebben we maar eens een keertje teruggebeld. En hij mag nu een programmaatje bij ons gaan presenteren voor 1500 euro in de maand. Nou, dat is niet veel. Nee, dat moet hij aan ons betalen. Hè? Dat is wel aardig. We hebben meteen al de joker. Ja. Kijk eens, Carlo Boshart, dat zou je hem hebben. Die hebben we ook in dienst voor 50.000 euro in de maand. Zo. Jeetje, wat moet hij daarvoor doen? Wegwezen. Oh. Ik wil helemaal dat hij nooit meer zijn gezicht één keer op de buis laat zien. En daar heb ik een hoop geld voor over. Okay. Kijk eens eventjes. De schoppen lieve heer. Dat is Henny Huisman. Ah. Dat zou je hem hebben. Ja. Nee, dat kwam gelukkig zo uit. Henny was op zoek naar God. En toen kwam hij mij tegen. Dus 1 en 1 is 2. Dus dat is makkelijk. Mooi. Maar even... twee boeren, Marcel van Dam, Paul Witteman. Oh. Die gaan toch niet weg bij de VARA? Nee, die gaan niet weg bij de VARA. Die blijven gewoon bij de VARA. Alleen de VARA gaat anders heten. Maar daar zijn we nog mee bezig. We hebben hier de ruiterheer, Frits Barend. Frits Barend? Ja, dat is wel even leuk om te vertellen. Die gaat bij ons het komende jaar alle uitvaarten van bekende Nederlanders van commentaar voorzien. Oh. Ja, ik heb voor het hele najaar alle uitvaarten vastgelegd. Ik heb ze allemaal. Ze zijn hele grote jongens bij Marco Borsato. Van Marco Borsato. Marco Borsato, die gaat toch niet het komende half jaar dood? Nou, dan moet jij eens opletten. Luister jongens, alles is te koop. Iedereen heeft zijn prijs. Dus daar moet je niet al te moeilijk over doen. Oh ja, dat is waar. Dat is even tussendoor. Die had eigenlijk eerder gemoeten. De ruiter 3, Philip Freriks. Ja. Hebben we bovenop gezeten. Dus gisteren bekend geworden dat hij dus bij de NOS op den duur eruit gaat. Ja, hij krijgt bij ons een nieuw spel. Dat is hartstikke leuk. Hij leest een bericht voor. En dan mogen de kijkers sms'en met wat zij denken dat hij gezegd heeft. Dat is misschien wel. En kom ik aan de ruiteraars. Ook zeer belangrijk voor mij. Komende jaar. Alle oudejaarsavonden vastgelegd. Wim Kan. Wim Kan? Ik heb de kijkcijfers van de afgelopen 40 jaar eens bekeken. En die steekt hem met kop en schouders bovenuit. Dus die wordt het. Ja, maar die is dood. Wim Kan is dood. Ja, dat weten wij. Maar de huidige generatie kijkers die weet dat natuurlijk niet. Die hebben daar een idee van. Ja. En de klaveraas, de aas van dit moment, ja, als je toch op de tv kijkt, moet ik toch eerlijk toegeven, ook aan deze tafel, dat is de Spijkerman. Ja, maar ho, ik heb niet getekend. Nee, jij niet, maar mijn Spijkerman wel. Hé? Ja, maar ho, dat is Joska, dat is mijn zoon, die is 6. Die is 6, precies, maar die ziet er nu al beter uit dan jij. Hij is een stuk leuker, hij kan nog 50 jaar mee en hij doet het voor een Ajax shirt en een doos Lego. Nou, het is me duidelijk. Het is me duidelijk. Ja. Peter, goed gedaan. Ja, dank je.